Het persoonlijke verhaal van Fieke Kroese. Fieke voetbalt bij FC Twente. Vandaag spreek ik met Fieke Kroese. En Fieke die is afgelopen jaar landskampioen geworden met FC Twente vrouwenvoetbal. En je bent ook pas 16 jaar, dus hoe is het allemaal zo snel zo ver gekomen? Fieke, hoe ben je begonnen met voetbal? Ik was 6 jaar toen ik begon met voetballen. Ik ben begonnen bij KV Lossen, bij de minis. En tot aan de onder 15 ben ik doorgegaan. En vanaf de onder 15 ben ik naar Achilles 12 gegaan in Hengelo. Daar heb ik 2 seizoenen gevoetbald. En vanaf daar ben ik gevraagd of ik bij FC Twente wil komen voetballen in het belofte team. En sinds dit seizoen speel ik bij FC Twente. En ja, we hebben competitiewedstrijden gespeeld. Maar door corona is het allemaal niet goed verlopen. En konden we alleen maar trainen en geen wedstrijden spelen. En vanaf december mocht ik aansluiten bij het eerste elftal. En sindsdien train ik en speel ik soms wedstrijden met het eerste elftal. En ik hoor dat je ook eindexamen hebt gedaan. Hartelijk gefeliciteerd. Ja, bedankt. Wat ga je ermee doen? Ik ga hierna een opleiding doen op het MBO, sport en bewegen, op het Cruijff College. Ah, wat leuk. En dan kan je ook je hobby en je werk misschien gaan combineren. Ja, dat zou wel leuk zijn als ik... Want het Cruijff College, dat is speciaal voor topsporters. Op die opleiding kan ik mijn opleiding en mijn sport goed combineren. FC Twente is heel erg goed, hè? Zeker ook op vrouwengebied. Hoe zit dat in Nederland met jullie concurrenten? Wat zijn jullie grootste concurrenten? Nou ja, we zaten bij de play-offs bij ADO Den Haag, Ajax en PSV. En nou ja, wij zijn landskampioen geworden, dus wij zijn eerste geworden. En PSV is tweede geworden. Dus wij mogen nu ook Champions League gaan spelen met het eerste elftal. En ja, ik denk dat de grootste concurrenten wel Ajax en PSV waren. Maar het is toch echt wel heel bijzonder dat je met 16 al landskampioen wordt. Echt geweldig. Ja, klopt. Het is ook een hele leuke ervaring. En het was een hele leuke tijd ook met het team het afgelopen half seizoen dat wij mee mochten doen. Eigenlijk heb je al alles bereikt. Zijn er nog dingen die je nog verder wil bereiken, die je nog verder wil doen? Ik zou graag een basisplaats natuurlijk willen hebben bij het FC Twente in het eerste. En uiteindelijk bij het Nederlands elftal van de vrouwen komen. Sure. Dat is wel mijn doel. Wat moet je daarvoor voor doen? Ja, heel veel trainen. En natuurlijk geloven in jezelf en vooral plezier hebben. Want dat is het belangrijkste. Nou, hartstikke leuk. En wat is de eerstvolgende wedstrijd die je gaat spelen? Op het toernooi in Denemarken. Als ik door ben door selectie. Nou, dan wensen we je heel erg veel succes. En we hopen dat je door bent. En dan ook heel veel succes met de wedstrijden die je gaat spelen. En natuurlijk ook met je studie aan het Cruijff College. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt.